Die vrijheid, die natuur, dat komt gewoon recht op je af. Na mijn studies was ik een beetje in de surfwereld gekomen. En dat is sowieso verbonden met T1 busjes, T2 busjes, dat je er wel veel ziet in die scene. En daar heb ik dan wel mijn eerste link, liefde, gelegd met Volkswagen. Dat ik zei van, wauw, dat wil ik hier ook. Achter een jaar of 5, 6 zeker, ja, heb mij dan een T6 aangeschaft. Dat gaf dan ietsje meer comfort ook. En zeker met dat kindje nu, een dochter. En zo is dat eigenlijk omgebogen tot vandaag de dag met een bus dat er staat. Ik heb eigenlijk alles aan die camionet zelf gedaan. Mits wat aanpassingen, wat verbredingen en wat meer comfort en weer wat aanpassingskus. En wat meer naar mijn andere hobby's zijn de vliegvissen. Vroeger was ik al altijd eigenlijk een visser. Viste ik al een keer zo wat amateuristisch. En dan was er dus een buurman, een oud manneke, en dat was Maurice. En die had ook een vliegvisstokje staan. Zegt hij, dat moet je een keer doen, zegt hij. Dat is vissen, zegt hij. Ik kan al een drukke job. En dat vliegvissen is echt wel het verstand echt een keer op nul. Dat is gewoon, je zit er aan de waterkant, hoort alleen maar de vogeltjes fluiten laten zijn. Ja, dat is echt een keer back to basic, jij alleen, een visje vangen, goed, één met de natuur. Om er weg te zijn, dan is dat laat ons een keer eigenlijk toe, alle stress los te laten. Weg van alles, en we hebben er eigenlijk alles wat we willen. Niets moet, alles mag. Ik ben Mario en Volkswagen is voor mij vrijheid en één zijn met de natuur.